Het gevaar loopt dat we veel te veel in discussie gaan. Maar ik zou toch nog willen weten, betekent dit ook, want het is een heel actueel onderwerp, multiculturele samenleving. Ja. Kan dat dan of kan dat niet? Kan uitstekend. Ik denk namelijk dat twee dingen. We hebben een hele grote stroom van immigranten gehad. Die kennen we nog steeds en ik vind dat helemaal geen kwade zaak. En die nemen allerlei levensbeschouwingen en culturen van hun thuisland mee. Nou, er gebeuren er twee dingen. Onze maatschappij, ik zal maar even zeggen de autochtone maatschappij, wordt verrijkt met allerlei levensbeschouwingen en culturele uitingen die wij helemaal niet kennen. Ja. En tegelijkertijd, als die immigranten lang genoeg bij ons zijn, dan pikken zij natuurlijk die christelijke dominante cultuur over en leren ze begrijpen hoe wij hierover dingen nadenken. Maar dat heeft tijd nodig. Dat heeft decennia nodig. Dan denk ik dat je dan... Als je dat dan over de derde generatie hebt, dan denk ik dat er een synthese is tussen wat ze van oudsher van hun ouders en grootouders hebben meegekregen uit Afrika. En wat zij hier op school en op de tv en op de computers hebben geleerd over hoe wij hier over leven en dood met elkaar praten en communiceren. Dan krijg je een synthese. En ik denk dat dat alleen maar verrijkend is. Oké. Ik ga toch weer door naar het volgende onderwerp, want anders komen we echt nergens aan toe. Want uiteindelijk wil jij de meest spraakmakende theoloog van Nederland worden. Dat lijkt me heel leuk. Okay. Ja, dat lijkt me heel leuk. We hebben de kijkers beloofd de film Wally, want ook daar heb jij een hele bijzondere kijk op. Hè? Ja, ja. Het is in feite een science fiction. Ja. Trouwens, een van je hobby's. Waarom science fiction? Nou, omdat science fiction als genre, dat is geboren in de romantiek. En 18e eeuw, 18e, 19e eeuw. En het zit helemaal vol science fiction met allemaal morele keuzes. Als je naar Star Trek of Star Wars gaat kijken, de grote science fiction series, die zijn afgeladen met morele dilemma's en met filosofische onderwerpen. Okay, dus dat genre, dat leent zich daarvoor. Oké, maar we zouden het nu even hebben over de Wally. Wally. Vertel eens. Wally is een film van Pixar, een tekenfilm. Ja? Tekenfilm voor kinderen en voor volwassenen. Want tekenfilms zijn echt niet meer voor alleen voor kinderen. Nee? En dat gaat dan over een afvalrobotje. Dat moet afval verwerken. En die blijkt dus het enige werkende nog afvalrobotje te zijn in een wereld die helemaal vergeven is van de zooi. Maar waar geen mensen meer zijn. Dus je zit de eerste 20 minuten van die film alleen maar te kijken naar een robotje wat zwijgend over puinhopen rijdt. En dan vindt hij allerlei dingen. Die hij dan interessant vindt, maar hij weet natuurlijk niet waarvoor het is. Dus hij pakt een doosje, die doet hij open en er zit een hele mooie ring in. Dus hij kijkt zo en dan pakt hij dat ringetje weg en dan doet hij dat doosje. Oh, dat doosje doet klik-klak en dan bewaart hij het doosje. Gewoon, hij maakt hele eigen keuzes van wat hij dus belangrijk vindt. Nou, en dan vindt hij een heel klein plantje in een schoen en dat zet hij ook in zijn bunker. En dan komt er in één keer uit de hemel, met een raket, maar van boven, komt er een andere robot naar beneden. Een vrouwelijke robot, voor zover je daarvan kan praten. Heel mooi, heel feeriek, heel machtig. En die twee draaien een tijd om elkaar heen. Het gaat ook een beetje om verliefd en afstoten en aantrekken. Maar zij klapt helemaal dicht op het moment dat ze dat plantje ziet. En dan gaat ze dus terug naar de ruimte waar ze vandaan gekomen is. Want dan blijkt dat de mensheid een paar honderd jaar in een ruimteschip gezeten heeft. Van die troep op aarde, wordt wel opgeruimd. Wij gaan in een ruimteschip zitten. En als een plantje terugkomt, dan is het dan een teken dat ze terug kunnen naar aarde om een tweede start te maken. Nou, dat is vergeven van de christelijke symbolen. Bijvoorbeeld het verhaal van Noach, hè, met de zonvloed. En Noach zendt een duif uit, drie keer, om te kijken of die met een plantje terugkomt. En als die met een plantje terugkomt, een olijftakje, weet hij dat de mensen weer een tweede kans kunnen krijgen. Ja. Maar ook het idee van Adam en Eva zit erachter. Hè? Dat meisjesrobot heet Eve. Ja. En hij heet dan Wally, maar het is gewoon Adam en Eva. En Wally vindt dan het plantje wat dus de terugkeer van de gevallen van de zondige mensheid mogelijk maakt. Nou, ik denk aan de boom van kennis van goed en kwaad in het paradijs, waar het allemaal mee begonnen is. En dit is dan een nieuwe boom. De boom van het eeuwig leven die daarnaast staat, die mogelijk maakt dat de zondeval van de mensen weer ongedaan gemaakt wordt. Het feit dat Wally alles eigen betekenis geeft. Ik had net over die ring die in het doosje wat die nieuwe betekenis geeft. In Genesis staat ook dat Adam alle dieren voorbij zag komen en hij gaf ze allemaal hun eigen naam. Maar dat betekent dus niet dat Adam zeg maar van God ingefluisterd krijgt wat nee, hij geeft ze. Een naam. En naamgeving in het Oude Testament betekent betekenis geven.
Dus ik geef jou een naam en die naam betekent ook dat je iets moet worden. Dus als Wally al die zaken betekenis geeft, net zoals Adam, geeft hij ze dus zeg maar opnieuw een naam. Dus hij is gewoon als Adam bezig. En tegelijkertijd kijkt hij naar een videoscherm en dan ziet hij mensen, ziet hij dansen. Allemaal leuke met hoedjes en tapdansen en dergelijke. En die gaat hij nadoen. Zoals de mens geschapen is naar het beeld van God, zo is de robot geschapen naar het beeld van de mens. En zoals de mens God wil imiteren, aan God gelijk wil worden, zo probeert Wally met al zijn krakkemikkerigheid op zijn scheppers, de mensen, te lijken. En als wij op God willen lijken, dan zijn we net zo krakkemikkerig als die robot die op een mens probeert te lijken. Wat, kijk, als jij het zo vertelt, denk ik, ja, logisch verhaal. Denk jij nu dat die film bewust zo gemaakt is? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, wat doe je nou met deze wetenschappen? Ja, de eerste vraag, of die, nou, dat weet ik niet, of die zo bewust gemaakt is. Ik vind het er hier zo dik bovenop liggen, dat ik vermoed, het is een Amerikaanse film, dat daar bij de studio's wel een paar mensen geweest zijn die dat heel goed doorhebben. Maar tegelijkertijd, stel nou dat het er niet bewust ingelegd is, dan zeg ik nog, we kunnen dit met elkaar zo analyseren, omdat ik ervan uit mag gaan dat degene die het gemaakt heeft, uit dezelfde culturele bagage, christelijke culturele bagage, geshopt heeft als de kijkers, als wij. Dus als hij dat onbewust gebruikt heeft, mogen wij het er onbewust uithalen? Of bewust in dit geval, bewust uithalen. De tweede vraag, wat heb je hier nou aan? Nou, theologen hebben altijd een hekel aan een vraag over nut. Als iemand dan vraagt van, is theologie nuttig? Dan zeg ik altijd nee, gelukkig. Dat is ook een beetje een geintje natuurlijk. Maar ik vind het heel moeilijk om dit soort uitkomsten of dit soort theologieën nou gelijk te zeggen, nou dat kunnen we daar en daar verkopen. En dat levert dan een paar miljoen of een paar honderd arbeidsplaatsen. Dus zo kan ik het niet vermarkten. Maar ik kan wel, denk ik, zeggen dat als wij dit soort dingen met elkaar delen en daarover nadenken met elkaar, bijvoorbeeld zoals wij dat nu aan het doen zijn, dat we meer kunnen leren van hoe wij als samenleving tegen de grote vragen van het leven aan kijken. En daardoor kunnen we meer begrip voor elkaar krijgen. En kunnen we hopelijk ons best doen om iets meer dat koninkrijk van God te realiseren. Ja, ja. Je ziet het dus ook meer als een bewustwordingsproces. Ja, zeker. Ergens heb ik gelezen dat je de overtuiging hebt dat wij veel te veel langs elkaar heen leven. Ja. Dat de mensen veel meer in een... Ja. En dit soort elementen, zoals jij het nu schetst, en of dat nou uit een science fiction is of uit een reclame, volgens jou teweeg kunnen brengen dat we wat bewuster in een met elkaar daadwerkelijk ook samenleven? Ja, ja, dus ik denk dat het een opdracht is van elke christen. Hè. We weten het koninkrijk van God, dat komt ooit op het einde der tijden. Dat is mooi, dat is prachtig. Maar we moeten elke dag proberen om dat koninkrijk al een beetje vorm te geven voor zover als wij dat mensen kunnen. Ja. En ik denk als ik meer van u begrijp en u begrijpt meer van mij, Dan denk ik dat wij dichter bij elkaar kunnen komen en dat we ook meer genegen zijn om de stekelige zaken van ons karakter een beetje voor lief te nemen en vooral te focussen op wat we gemeenschappelijk hebben en waarin we een passie kunnen delen. Ja. Wij delen hier een passie voor films bijvoorbeeld en met de cameraman een passie voor om mooie tv te maken. En als je daarover kan praten, dan wordt de samenleving volgens mij een stuk prettiger. Ja, ja. Praten. Openstaan voor elkaar, toch? Ja, zoveel mogelijk. Okay. Blijven praten. Ik praat wel met de meest spraakmakende theoloog. Wel nou, een van de drie nog. Ja, ja, wellicht. Ja, wellicht. En dat brengt me eigenlijk even naar die prijs. Ja. Het is iets om u tegen te zeggen. Je komt uit een lijst. Je stond op een lijst van 10. Ja, grote namen. Grote namen, Borgman, ja. Baudard, ja. Van Heugen. En dan, wat gaat er dan door je heen als je plotsklaps hoort dat je tot de eerste drie hoort? Bij de eerste drie. Maar je gelooft het eerst eigenlijk niet. Ik denk eerst van, nee, Borgman en Baudard, die moeten ver boven mij geëindigd zijn. Dus het is verbazing en ook dankbaarheid dat er toch kennelijk zoveel mensen op jou gestemd hebben op internet. Maar komt dat nu wellicht ook, we begonnen dit interviewtje met heel veel publiciteit, heel veel aan de weg, Tim, spraakmakend, denk je dat je daarmee ook een invloed hebt uitgeoefend? Ja, ik probeer ook spraakmakend te zijn. Dat probeer ik door bijvoorbeeld de zachte kant van de katholieke kerk te laten zien, terwijl de harde kant meestal naar voren komt. Ik probeer
op actuele zaken in te spelen, op ritueel slachten, maar ook op films die mensen kijken. Dus heel dicht bij het hier en nu te blijven. En tegelijkertijd proberen, of het me lukt weet ik niet, maar proberen om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zonder gelijk in een of andere theologentaal te schieten. Dus ik wil wel dat iedereen het begrijpt, voor zover als het gaat. Ja. En ja, dat heeft mij geholpen. Ja, nou oké, je staat nu bij de 3. Het heeft helaas geen zin meer om te stemmen. Nee, dus de lijnen zijn dicht. Oké, de lijnen zijn dicht. Ja. Helaas, helaas. Ben je zenuwachtig of niet? Ja, bloednerveus. Okay. Ja, zeg maar. Ja. Oké, het is 21 juni, hè? Dan hoor je het, tijdens de nacht van de theologie. Ja. Ik wens je eigenlijk toe dat je de meest spraakmakende theoloog bent. Ik vind het ontzettend jammer dat we hier het gesprek moeten afbreken. Vond want ik denk leuk. Dat we met jou uren zouden kunnen vullen. Dus als we bij de HTA nog eens een keer verlegen zitten om materiaal, bel Frank Bosman, want hij is spraakmakend. Dank u wel. Oké, heel veel succes. Dank u wel. 21, heel veel plezier sowieso. Dat zal ik zeker doen. En heel graag tot ziens. Heel graag. Oké, dankjewel. Dank je wel.